En nu ben ik er echt helemaal klaar mee, hè? Adriaan, meekomen naar mijn kantoor. Hoezo? Omdat ik de baas ben. Dat is echt een waardeloze reden. Adriaan! Ja, jongen! Jij vraagt je zeker af waarom je moest komen. Nou, baas, het is net alsof je mijn gedachten aan het lezen bent. Voor de dag ermee. Ik zat zo eens na te denken, hè? Wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? Ik? Een beetje lompe filmpjes kijken en zo. Ik zie alleen zijn pet. Pet, man. Hoe werkt dit spel trouwens? Ja, ik heb geen idee. Oh, ik had mijn naam moeten veranderen in psychopaard. Haha, dit is echt leuk, man! Oh ja, kut, ik ben op het werk. Oké, ik weet genoeg. Je staat op straat. Nee, baas. Ik sta in uw kantoor. Verdomme. Hey, homies. Alles goed? Noemde hij ons nou homo's? Daar word ik echt boos om, hoor. Kom hier, jij. Er zit zwerfafval achter me aan. Ja, ik wil graag aangifte doen tegen zwervers. Pardon? Tegen zwervers, ja. Heeft u namen en locatiegegevens dan? Nee. Ja, nou. De prullenbak hier om de hoek, misschien? Ik hoor het al. Valse aangifte. Het enige valse kring hier ben jij, hoor. Meneer? Shut the fuck up, man. Ga niet tegen me lopen praten of zo. I'm out, bitches. Nou, dit is ook niet echt gezellig. Haha, gezellig. Ik snap hem. Oh mijn god, dit wordt een kwelling.